Hoi, hier zijn we weer in Knokke aan het Belfius Basecamp. De A-kern trekt vanaf morgen hierin om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Maar jullie krijgen vandaag al een exclusieve rondleiding in dit paradijs. We zijn hier in de fitnessruimte, een hal vol toestellen en die zijn allemaal afgewerkt in Club Brugge-stijl. Hoe cool is dat? Voilà, ik ben al goed opgewarmd voor de rest van de rondleiding. Onze eigen indoorhal. 40 op 50 meter aan kunstgras, waar ze niet alleen de winterse dagen kunnen overbruggen, maar ook fysieke testen doen en trainen op stilstaande fases en vrije trappen. En na al dat trainen is het tijd om een hapje te eten. En als je deze keuken hier ziet, dan denk ik dat er alleen maar topgerechtjes geserveerd worden. Wauw, over een perfecte grasmat gesproken. Er zijn hier 4 oefenvelden voor onze boys om op te trainen. En hier achter mij is een overdekte tribune voor als er een open training is voor de supporters. Wauw, dat is het, hè. De kleedkamer. Zoals je ziet, het is een ovaal, zodat iedereen elkaar op elk moment kan zien. Ja, dat is hier de beste plaats. Ja, proper, hè? Er zijn hier maar liefst 37 slaapkamers. De spelers kunnen alleen of met 2 op een kamer. En ze hebben allemaal hun eigen badkamer met douche en toilet. En een view om u tegen te zingen. We gaan dat hier een keer testen, hè. Ik ga een dutje doen. Welkom allemaal hier op de eerste persconferentie in het Belfius Basecamp van dit seizoen. Ja, zo zal het dus zijn, hè. Philippe Clément zal hier zijn persconferenties geven en de media te woord staan. Niet alleen de spelers gaan hier niets tekort komen, maar ook iedereen van de administratie zal hier aan 300 per uur kunnen werken. En alle belangrijke meetings, die zullen hier doorgaan. Voilà, ik denk dat we alleen maar kunnen concluderen dat het hier top is. Tot snel!